Inventarisatie, stembureaumateriaal en meubilair bijna afgerond. De werkgroep Stembureaumateriaal en meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inventarisatie van het stembureaumateriaal en meubilair zo goed als af. In november vorig jaar is een aanvang gemaakt met de controle op de staat waarin de spullen verkeren. Er wordt nagegaan wat nog bruikbaar is of kan worden gemaakt voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2020. Dit zegt Perwien Kalpoe, coördinator van de werkgroep. Tot het stembureaumateriaal worden gerekend, de stembussen en alles dat in een stemkist wordt geplaatst, zoals schrijverij, bindtouw, verkiezingsinkt, roodschrijvend potlood, zegellak, inkt en pakpapier. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.